Schietpartij, Eindhoven Airport. Meer leegstand, bedrijfspanden. En de dag na de regenoverlast. Op Eindhoven Airport is vanmorgen een 30-jarige man uit Polen neergeschoten. De man raakte door de schietpartij gewond aan zijn been. De marechaussee wilde de man arresteren, maar die gaf zich niet zomaar over en dus werd de achtervolging ingezet. Hetgeen wat wij hierover kunnen vertellen is dat een collega van de Koninklijke Marechaussee zich genoodzaakt zag om een wapen te trekken, omdat hij werd bedreigd door een man met een mes. De man is na de schietpartij overgebracht naar het Catharina ziekenhuis. Reizigers konden ondertussen via een zijingang de luchthaven bereiken, maar sommigen bleven geschrokken bij de afzetting staan. Nou ja, ik kon eigenlijk niet meer nadenken en ik stond zo en ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Ik wilde eigenlijk weg, ergens heen rennen, maar nee, ik... Nou, ik kwam de kiosk uit, toen zag ik heel veel politie lopen en een donker geklede jonge man met een mes. Ik dacht eigenlijk dat iemand een koffer liet vallen. Zo'n harde knal was het eigenlijk. Maar ja, toen ging het achter elkaar door allemaal schieten. En toen liep er allemaal mensen op af. En toen zag ik allemaal politie rennen. En de politie bleef maar schieten. De omstanders zagen de kogels in het rond vliegen. Maar ook dat de man na de arrestatie werd onderzocht. Ja, op een gegeven moment toen hadden ze me overmeesterd en deden ze zijn broek omhoog. Dus meteen een plas bloed van dat schieten. En een andere vrouw vertelde dat ze ook nog uit zijn achterste met een tang bezig waren. Dus of het met drugs nog te maken heb, geen flauw idee. De rust op Eindhoven Airport is inmiddels teruggekeerd. Achter mij is het gebied inmiddels afgezet met hekken. En de Rijksrecherche doet onderzoek.